Aan de voorkant maak ik losjes een 4 strenge invlecht. Ik pak alleen aan de rechterkant een plukje erbij. De middelste twee kruis ik over elkaar. De meest linker gaat onder 2 door, over 1 heen. De meest rechter onder 2 door, over 1 heen. Aan de linkerkant pak ik geen plukje erbij, maar alleen aan de rechterkant pak ik er steeds een klein plukje bij. Het overige haar doupeer ik in de richting waar ik hem straks hebben wil. Kam alle haren mooi glad en zet de hele rij vast met schuifspeldjes. Ik deel het haar in tweeën en maak eerst de onderste rol. Kam de bovenkant mooi glad, draai er een rol in en zet hem vast met een schuifspeldje. Ook de bovenste pluk, kam hem mooi glad, draai hem omhoog en zet hem vast met een schuifspeldje. Van de plukken die over zijn, maak ik zowel losse als vaste krullen. Kijk steeds goed waar je de krullen wil plaatsen. De vlecht trek ik nog even wat losser en dan plaats ik hem tussen de krullen. Je kan eventueel de punten extra krullen door middel van de krultang.
Voor het examen moet er ook versiering in, dus zet ik er nog wat steekspeldjes in. Bedankt voor het kijken en veel plezier ermee!